Van Goetem. Dan een schot uit de tweede lijn. Niet verkeerd hoor. Dat schot van Rijmakers. Kele verlengd. Dan een schot uit de tweede lijn van Eno. Maar afgeblokt. Nog niet gedaan. Dane. Mooi balletje. Dane moet nu scoren. Nee, daar is Bailly bij de bal. Heerlijke 1-2 tussen Smolders en Dane. Ruimte ligt op de flank bij Cornelis. Die ligt hij meteen in de 16. Nou, zomaar voor Dane nu. Dane gaat buitenom. Nee, toch naar binnen. Mooi dribbeltje. Nu de voorzet. Tweede paal. Daar staat Jatjouk. Ligt hem af voor Smolders en de redding van Bailly. Dane. Geeft het nog even. Die heeft een hard schot, maar die gaat hem voor zich geven. Daar is de bal en daar is Petr Kele. En daar is ook het doelpunt, maar gevlacht en gefloten voor buitenspel. Supporters van Cercle zijn aan het vieren, maar het doelpunt gaat niet door. Nog eens kijken. Ja, ja, moeilijk te zien op dit beeld, maar ik denk het wel. N'Golok. Nog steeds N'Golok. Geeft hem mee aan Gerard. Ah, die wil hem nog eens steken naar Boy. Maar dat lukte niet. Nu de counter van Cercle. Dane. Van Eno zoekt positie. Die krijgt die bal. Vindt ook Kele voor doel. Oh, en is dat geen fout van Jonas de Roek? Geen penalty. Ofwel, ja, hij wijst naar de stip. Ik dacht dat het er net buiten was. Nee, het is er duidelijk in. Eerste penalty voor Cercle. Oleg Jatjouk. En die gaat erin. 0-1, 25 minuten gespeeld. En dat is al met al verdiend. Dan wordt het heel even stil in de dreef. Enkel het vak met Cercle supporters juicht. Een paar slordigheidjes op dit moment. Ja, nu wel een goede actie van Vito Kele. Die gaat op snelheid. Wordt heel even gehinderd. Maar kan dan alleen op Bailly af. En Bailly pakt. Heel even was Rijmakers er nog tussen. Maar Vito Kele had te veel tijd om na te denken. En Bailly pakt met de voet van Goetem. Krijgt die bal terug. Van Goetem in het pak. Daar is de kopbal. En die gaat erin. Schitterend doelpunt van N'Golok. Ze kregen zo weinig kansen de laatste minuten. En geen 2-0, maar wel 1-1. Evaristo N'Golok. Van Goetem. Prima voorzet. En dan die kopslag van N'Golok. Verbist geklopt. Oud Heverlee Leuven 1, Cercle Brugge 1. Dankzij deze Evarist N'Golok. Vito Kele, hij gaat eruit. En in zijn plaats komt Rudy. Daar is Rudy. En daar is het doelpunt. Rudy scoort. En zo staat het 1-2. Nog eens kijken. Verre bal, niks aan de hand. Maar Weuts geeft hij zomaar aan Rudy. En dan weet hij te scoren. En is het 1-2. Weuts. Weuts met de voorzet. Tweede paal. Staan ze met twee. En is dat geen foutje van Bernd Evens? Die bal was eigenlijk al niet meer in de buurt. Maar Evens, ja, klein duwfoutje. Ze gaan daar wel met z'n drieën tegen de grond. Maar nog niet gedaan van Goetem. Goeie bal en daar was bijna de kopbal en dan geen hensbal. Jawel, en het is een penalty. Nu wel de strafschop. Smolders furieus op die voorzet van Goetem. En dan tegen de arm van Cornelis. Ibu achter de bal voor zijn vierde van het seizoen. En Ibu scoort. 2-2. Den Dreef veert recht. Ibu Sawane, de vierde van het seizoen. En zo staat het kleine drie minuten na de 1-2. Opnieuw 2-2. Nu sluiten ze goed aan bij Cercle. Jakchuk. Tweede paal. Bailly er niet bij. En daar was dus Van Eno. Puga. Dan blijft hij maar staan. Duwt Vidarsson omver. En dan Carvalho in duel met Acevedo. Acevedo geeft hem naar... Oh, naar het doelpunt van Karel Gerards. Uitgesponnen aanval. En Karel Gerards trapt hem gewoon mooi binnen. 78 minuten gespeeld. 3-2 voor Oud-Heverlee Leuven.
Hier nog eens kijken. Puga blijft staan. Dutan, Vilarsson omver. Mag doorgaan. Carvalho en Acevedo. Daar is een goede voorzet. Terugleggen door Ibu met een assist. En Gerard trapt hem heerlijk binnen. 3-2. Oud-Heverlee Leuven voor het eerste voorsprong. Komt de bal bij Uchebo. Uchebo nog steeds. Geeft hem voor. En daar is bijna het doelpunt van 1-0. Uchebo die ondertussen was ingekomen. De bal nog één keer naar voren. Ongelok zit ertussen. En dan komt die bal bij Uchebo. Maar er is gefloten. En het is afgefloten. En zo wint Oud-Heverlee Leuven voor het eerst dit seizoen. 3-2 tegen Cercle Brugge. En zo blijft Cercle Brugge onderaan het klassement staan. Met één puntje.